Ik vond dat een fantastisch concert, omwille van het feit dat dat in een grote zaal was. Want ik herinner mij dat ze nog twijfelden van, ja, zouden we niet naar de Narenberg gaan? Nee, want ik bedoel, de Strangers kan wel de Elisabethzaal vullen. En ik had zoiets van, maar waarom staat het niet in het Sportpaleis, bij wijze van spreken? Want zelfs het Sportpaleis hadden kunnen vullen. Dat zat afgeladen vol. En de veelzijdigheid van dat optreden, dat vond ik voornamelijk heel opmerkelijk, dat ze eigenlijk zo die switch konden maken en dat nog veel meer in zo'n zaal als de Elisabethzaal. Zittend publiek in plusje stoeltjes. De mensen kunnen laten meezingen, maar dan 2 minuten later met sleutelkind iedereen beroeren en ontroeren. En dat vond ik heel opmerkelijk, dat je eigenlijk zelfs spijt had op dat moment van mannen, allez, waarom stoppen ze er eigenlijk mee? Want ze konden de mensen amuseren, alleen met de verkleedpartijen van die nummers, zoals daar zijn, Jantje zag eens pruimen hangen en zo. Allee, dat zijn dan momenten waarbij dat de zaal eigenlijk van in een stoel valt, van het lachen bij wijze van spreken, want John is daar een meester in.